Ik ga vandaag weer aan de slag met mijn lipbalm. In mijn vorige video heb je gezien hoe ik lipbalm heb gemaakt in de smaak sinaasappel. En ik heb het toen geprobeerd te kleuren in een sinaasappelkleur, een oranje kleur dus. En dat ging helemaal mis. Nou, dat vond ik heel erg jammer en ik wil toch eigenlijk een oranje kleurtje voor mijn lipbalm. Ik ben dus op zoek gegaan naar voedingskleurstof op oliebasis. En zo kwam ik uit bij Wilton. Wilton snoepjes kleurstof. En dat is op oliebasis. Op de achterkant staat ook oil-based. Nou, hiermee ga ik dus nu proberen om dit opnieuw te kleuren. Hierin zitten drie kleurtjes, geel, oranje, rood en blauw. Dus ik pak mijn oranje eruit. En daarmee ga ik aan de slag. Wat ik dus ga doen is dit weer helemaal eruit halen. Waarschijnlijk gewoon met een klein mesje of zo. Dat ga ik dan weer in mijn smeltpannetje doen. En ik ga weer met mijn pannetje naar mijn pan met water. En dan ga ik de boel daarin smelten. Dan doe ik een oranje kleurtje erin. En dat ga ik dan roeren. En omdat ik het nog niet zo heel erg lekker vond ruiken naar sinaasappel, doe ik er nog één druppeltje sinaasappelolie bij. Om het kleurtje wat meer te, geurtje wat meer te krijgen. Dus dan hoop ik nu dat... ik vond het een beetje gefaald. Dus nou hoop ik dat ik hierna toch een lekkere lipbalsem heb in een mooie kleur. Dus ik ga aan de slag. Kijk, dat ging er lekker makkelijk uit. Gewoon met een mesje kon je het er heel makkelijk uit halen. En met een zakdoekje heb ik hem verder schoongemaakt. Dus hij is weer klaar om opnieuw gesmolten te worden, gekleurd en gevuld. Nou, dat is mooi gelukt, hè? Mooi kleurtje. Nou, ik ben helemaal blij. Een druppeltje sinaasappelgeurtje. Oh, dat moet ik even snel roeren. Even kijken, even snel iets halen. Oké, zo. Even aanruiken of het nu wel goed is. Ja, ruikt al aardig. En dan gaan we weer vullen. Zo, nou. Ik vind hem heel mooi geworden. Hij is dit keer wel gelukt. Prachtig, hè? Zie je al die kleurtjes erin, die shine? Dat vind ik gewoon echt heel mooi. Dit gaat de koelkast in. Zo, dit mag even een kwartiertje in de koelkast om hard te worden. Ik ga eventjes weer een papiertje pakken en weer wat extra letters aan jullie geven voor mijn winactie. Dus tot zo! Voordat ik jullie zo meteen de letters ga geven, ga ik je eerst even laten zien hoe ik eigenlijk de boel altijd schoonmaak. Ik doe het eigenlijk altijd gelijk. Dus zodra ik klaar ben, laat ik het eerst even ietsje harder worden en dan ga ik het schoonmaken. Ik pak altijd wc-papier en daarmee veeg ik het eerst schoon. Want dat is gewoon echt het makkelijkst, vind ik zelf. Met wc-papier veeg ik dit er dus gewoon uit. Zo. Doe het nu eventjes daarin. Normaal gooi ik het altijd gelijk in de prullenbak. Dan doe ik dit altijd bij de prullenbak. En dan kan ik het gelijk in de prullenbak gooien. En klaar. Nou, dit gaat dan nog gewassen worden. En dat doe ik altijd met afwasmiddel en een sponsje. Een beetje sponsje nat maken met water. En dan een beetje afwasmiddel op mijn sponsje. En dan maak ik het schoon. En dan is het eigenlijk al gelijk klaar en helemaal schoon. En niks, geen troep, geen vettigheden. Heel makkelijk om schoon te maken. Dus eerst met een doekje alles eraf halen. En dan afwasmiddel en een sponsje. Dit gaat even opzij. Dit ruim ik zo meteen op. Want jullie willen de letters zien. Nou, ik heb hier op een blaadje de letters. Het zijn er maar twee vandaag, want dit is eigenlijk een video wat ik eerst niet in de planning had toen ik alle letters had bedacht en wanneer ik alle letters liet zien. Dus vandaag maar even twee. Hier een woordje van twee letters en het begint met een D. En hier laatste woord begint met een I. Je krijgt dus iedere lipbalm video wat ik dus nu maak voor de winactie, krijg je dus steeds van mij zo'n blaadje met alle stipjes van alle letters en de woorden. En dan krijg je dan van mij een paar letters bij. Je zal dus alle video's moeten kijken om steeds de letters over te schrijven. In de vorige video had je al een paar letters van mij gehad. Daar schrijf je deze letters nu
erbij. Dus bij de letters die je de vorige keer al op hebt geschreven. Je krijgt iedere video een paar letters. En in de laatste video krijg je de meeste letters. Dus dan, nu lijkt het heel moeilijk. Het lijkt alsof je het niet op kan lossen. Dus je schrijft nu gewoon de woorden erbij. Je weet, iedere video krijg je heel weinig letters erbij. Nou, die schrijf je er ook iedere keer bij. En dan lijkt het nog steeds heel moeilijk. Maar in de laatste video krijg je van mij in één keer heel veel letters, dus als het goed is, kan je dan in één keer de zin lezen waarmee je dan een lipbalm zou kunnen winnen. Dus geen nood, sommigen van jullie zeiden tegen mij, het is veel te moeilijk, dat lukt me nooit. Dat komt omdat je nu maar steeds heel weinig letters krijgt, maar op het laatst krijg je echt een heleboel van mij en dan kan je in één keer de zin lezen. Ja? Ik ga eventjes wachten totdat mijn lipbalsem klaar is in de koelkast en dan ga ik jullie zo meteen het resultaat laten zien. En dit is dan het resultaat. Ik kwam later tot de conclusie dat ik de verkeerde kleur heb gepakt. Ik heb geel gepakt, zoals je hier ook kan zien, in plaats van oranje. Dus een beetje dom van me. Maar het lukt dus wel om hiermee te kleuren. Dus dat vind ik wel heel fijn. Dan ga ik mijn volgende video ga ik dan ook mooie kleurtjes daarmee doen. Verder ruikt het wel lekkerder. Ik ruik er nog even aan. Ja, meer dan de eerste keer. Dus 2. Nou, de volgende keer misschien 3 druppels. Dat dan wel wat lekkerder geurt. Ik ben er wel heel blij mee. Ik ben blij dat ik het opnieuw heb gedaan. Een beetje jammer dat ik de verkeerde kleur heb gepakt. Waardoor ik nog steeds niet het resultaat heb wat ik had gehoopt. Maar ik weet in elk geval dat het kleuren hiermee lukt. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dat ik jullie weer iets erbij heb geleerd. Je kan mijn kanaal abonneren door hier op mijn plaatje te klikken. Hieronder zie je mijn mans kanaal. En dit zijn 2 leuke video's. Doepa doe!